In 7 jaar tijd nam het aantal fysieke boekhandels in Nederland met bijna 20% af. De online boekenmarkt floreert, maar een eenmaal verdwenen boekhandel keert meestal niet meer terug in het straatbeeld. Al decennia is Wouter Roelands een begrip in Nijmegen en omstreken, maar ook Wouter begon aan zijn pensioen te denken. Voor zijn winkel bleek er één zeer onverwachte overnamekandidaat te zijn. Zijn eigen zoon. Daar is het begonnen, ja. Daar ben ik gaan nadenken van wat wil ik nou eigenlijk. Ik was met mijn master bezig, dus dan moet je toch een beetje gaan nadenken wat brengt de toekomst. En wat vind ik leuk? Ik heb stage gelopen bij een groot bedrijf en dat was ook leuk, maar dit raakt me meer. Het andere, dat was om te leven was het goed, maar om mee te leven vind ik dit veel leuker. Want je hebt je studeert een commerciële achtergrond. Ja, fiscale economie, dus de toekomst zou daar heel anders uitzien. Zeg maar als ik het normale pad, dan als ik net zoals mijn medestudent het normale pad zou belopen, dan werk je gewoon bij een groot bedrijf of je hebt je eigen adviesbedrijf. Maar dan is het toch een hele andere wereld. Kan ik helpen? So, do you have any English books? Yeah, we have over here. Looking for a specific book or just in general? Philosophy, maybe. Philosophy, yeah, we have a little bit. Natuurlijk, ja, precies van nature zeer gesteld op mijn zoon. Dus ik vind het ontzettend leuk. Ik zie wel dat het echt wel moeilijk is. Ja. Om daar gewoon een goede boterham aan te verdienen. Plezier te hebben, hè? Dat zijn allerlei dingen. Als hij had gezegd, ik ga naar Groningen een boekhandel overnemen, was het ook prima geweest. Ja. Ik zei, nou jullie, zou je niet beter, laten we zeggen, in Nijmegen of bij het belastingkantoor of bij een accountant 1 of 2 dagen kunnen blijven werken. Dan hou je je vak bij en dan kom je hier 2 of 3 dagen... werken, hè, inwerken en dan kun je. Nee, ik ga fulltime aan de slag. Kopje koffie? Ja? En? 2 koffie? Zwart? Ja? Zo, dat is een soort deel van de opvoeding. Dus in die zin kan je zeggen, het is erin gestampt, maar ik heb het toch echt zelf bedacht. Het is niet. Het is me niet opgelegd. Ik denk eerst dat ze wel hun twijfels hadden of ik het echt wilde. En of ik wel echt, ik bedoel, ik ben ermee opgegroeid, maar of ik echt weet wat het inhoudt. En ik denk dat dat langzaamaan steeds meer gaan merken dat ik het echt wil. Ik denk dat ze ook wel zagen dat ik niet per se het makkelijke pad in het leven. Ik bedoel, dat ik ook iets anders had kunnen kiezen wat misschien makkelijker was geweest. Ik heb zin in. Dat hoop ik. Ik heb al een tijdje het geleden wel Spaans gedaan, maar nu al heel lang niet meer. Dus ik dacht, ik ga weer eens even. Eerst opfrissen en dan door naar deel 2? Of, ja, dat hoop ik. Het is natuurlijk niet gegarandeerd dat deze boekhandel voor eeuwig bestaat. Het liefste wel. Het zou heel leuk zijn. Hij bestaat al dit jaar 50 jaar, dus dit is al een hele tijd. Maar hij is ook een keer failliet gegaan in die 50 jaar. Niet bij mijn vader, maar hiervoor. Ja. Dus in die zin is het niet gegarandeerd. In die 50 jaar is er ook aardig wat gebeurd. En dat zal bij Roelands, nu die opgevolgd wordt, misschien wel zo blijven, is natuurlijk toch dat je juist die persoonlijke band hebt. Dat je inderdaad hier binnenloopt en het vader zegt van, hé hey, Jos, ik heb nou toch iets gezien, dit moet je echt eens even lezen. En dat ze inderdaad je een beetje weten waar je van houdt, dat je een beetje een soort advies krijgt van, nou dit is toch wel aardig voor je. Ik heb dit even voor je apart gelegd, je hoeft het niet mee te nemen, maar als je het leuk vindt, neem maar mee. En een tijdje terug heb ik zelfs gehad dat, wat trouwens een goede tip was, dat Wouter mijn boek aanraadt. Voorzitter zijn, luister eens, dit moet je echt lezen. En als het niet goed is, kun je het gelezen teruggeven, want ik kan me niet voorstellen dat je het niet goed vindt. Ja. Dat soort aardigheidjes is natuurlijk toch het leuke van zo'n persoonlijke boekhandel. En dus als je dat doet, en ik denk dat dat voor veel winkels geldt die nu ten onder dreigen te gaan aan
aan internet en dergelijke, aan de online aankopen. Die persoonlijke band is volgens mij heel sterk. Toen ik aan mijn proefschrift werkte, dat je hier binnenloopt. En eigenlijk, het leuke is, ik heb dat ook eens opgeschreven, het leuke van een boekhandel is dat je voor het ene boek binnenkomt, eigenlijk net trouwens precies zo, we hadden nog even, en je loopt hier rond en uiteindelijk ga je weg. Ik wilde het nieuwe van Jeroen Brouwers kopen, dat ga ik zo nog doen. Maar dan kom je toch ineens op een stapeltje tegen, oh, kijk eens, maar dat is ook leuk. Zo, dus één. Dankjewel. Maar ik ga weg. Ik ga niet mijn zin doordrukken. Je kan natuurlijk vreselijke ruzie krijgen, dat kan. Je kan met je buren ruzie krijgen. Je kan met. Maar. Want. Ja. Je laat het maar gewoon een beetje gebeuren. Ik laat het gebeuren. Maar ik ga wel voor wat ik eraan doe, 100%. Hè? Ja. Want hij gaat niet meteen de inkoop op, want dat is dan allemaal te veel. Dus dat zal ik nog even doen. Die inkoop, dat ben ik dus nog, die moet ook in de winkel staan. Ja. Want je leert het meest van je klanten. Je kan natuurlijk leren, ja, leren kan overal en altijd. Maar het is een winkel, dat is een soort mantra. Ik weet niet of een mantra het goede woord is, maar is zo goed, een winkel is zo goed als zijn klanten. Hè? Ik vind dat wel mooi zo wat inpakken. Met studenten kreeg mijn vrouw de pioen toen kwam mijn vrouw zo horen. Die stond dan ook vaak op de kunstmarkt met keramiek. Ja? En dan stond ik wel eens achter de kraan. Ja. En dan vroeg ik ook aan de mensen, is het voor een cadeautje? Ja, is het. Want normaal gesproken pakt een beetje in. De Gelderlander, maar als het een cadeautje was, dan deed de NRC. Ja. Nou, dat zijn. Maar je moet het wel aanvoelen en je moet weten hoe het gaat en zo. Maar ja, als je het is niet de hogere wiskunde. Het is niet iets. Oh, dat kan hij of zij alleen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar je moet wel de wil hebben om iemand te leren kennen, om mensen te leren kennen. Niet leren kennen helemaal, maar gewoon interesse hebben. Je gaat zo niet terug naar Den Haag, want je gaat door naar Lent. Ja, we hebben een verjaardagsfeest van een broer die 60 wordt. En nu benut de kans ook nog even om. Ja, we waren hier al een tijdje niet meer. Inderdaad, we zaten toch in de buurt in Alpen. En we ook in dit jaar nog eens deze voorjaar of zo. Ja. En dan, dus hartstikke leuk. Ja. We zijn nog wel eens op doorreis voor familie en vrienden zitten overal. Dus, Dan kom je nog ergens. Ja. Nu gaat in elke stad een eigen boekhandel of dat ook weer niet. Nee, heel lang in Nijmegen. Hij komt hier uit de buurt vandaan. Ja. Door inderdaad bekenden ook. Vaak hier geweest, maar ja, als mensen op een gegeven moment verhuizen of overlijden, dan wordt het wat minder. Maar ja, dat is helaas zo. Maar als we hier zijn, zullen we even naar Roelands toe. Dus ik denk dat je dit ook een beetje op gevoel moet doen. Natuurlijk moet je ook over geld nadenken, want je moet toch leven. Ja. Maar je stapt in een draaiende zaak en die draait. Dus daar draai je eerst in mee en daarna ga je langzaam naar je eigen draai aan geven. Maar het is niet zo dat ik. Kijk, de kasten veranderen nu misschien beneden, maar het is niet dat ik heel veel ga veranderen in de eerste dag dat ik hier binnenstap. Ten eerste moet ik nog zoveel leren dat ik veel te weinig weet om dat te kunnen. Maar ook omdat ik, je moet hier niet te veel veranderen. Van kleine stapjes. Een beetje een soort tijdmachine eigenlijk waar je in bent gestapt. Ja, je gaat een beetje terug in de tijd. Hier. En dat is denk ik wat heel veel mensen ook heel prettig vinden. Dat je hier nog in rust en in eigen dingetjes kan uitzoeken. Ja, een kopje koffie krijgt. Bijvoorbeeld. Lekker kan zitten. Niet opgejaagd. Het langzame leven is hier een beetje nog gaande. Het is niet zo snel. Wat ik wel leuk vind, en dat gebeurt natuurlijk al regelmatig hier, en dat zie je natuurlijk ook bij andere boekhandels. Boekpresentaties, zoiets als nu zo'n initiatief als drie universitaire medewerkers die hun favoriete boek bespreken één keer in de zoveel tijd. Ja, 18 jaar, geloof ik. Ja.
Dus, ja, dat zijn ze, de lezers. Ja, dat zijn ze. Nou, zoiets. Dat, ik denk dat dat leuke dingen zijn. Waarbij je ook weer moet afvragen hoeveel je aan het de kwestie is van preaching to the converted. De mensen die komen hier waarschijnlijk toch al de boeken halen. Ja. Dus ik weet het niet hoor. Het interessante en het leuke ook van een boekhandel. Hans Peters maakt altijd vergelijk van ja, als je een kledingzaak hebt, dan is het voorjaar en dan heb je 4 nieuwe modellen spijkerbroeken en 4 nieuwe modellen shirts. En die heb je in alle maten en dat is jouw winmodel. En het is ook nog een keer zo dat op het moment dat die dingen in de uitverkoop gaan, je er nog altijd winst op maakt. Een boekhandel zoals Roelands, ja, wat heeft hij hier staan? 30.000 boeken. Elk boek is een individueel verhaal en elk boek moet je een individueel verhaal bij vertellen. Dus dat is natuurlijk een heel apart vak, boekhandelaar. Dus voor veel, ik denk dat het wel belangrijk is hier dat je mensen kent. Ja. En dat je ook geïnteresseerd bent. Ik bedoel, je kan wel oppervlakkig geïnteresseerd zijn in iemand, maar ik denk dat dat wel iets meer, dat je het ook echt moet willen. Ja. En niet alleen, zeg maar, doet om een boek te verkopen. Ik denk ook niet dat deze winkel zou werken als er massa's mensen waren de hele dag, die de hele tijd door. Nee. Dat is niet hoe wij hier werken en ik denk ook niet hoe wat de mensen, zeg maar, onze huidige klanten, onze trouwe klanten het willen. Die zouden dan vluchten naar, zeg maar, de volgende rustige of rustigere boekhandel. Kan ik u misschien helpen? Ja. Misschien wel. Ik had een boek besteld. Ja. Kan ik je ophalen. Op welke naam? Van Ooyen. Van Ooyen, ja, die ben ik. Als je nooit verandert, dan sterf je uit. Er zijn weinig zaken die... Ze zeggen wel eens stilstand is achteruitgang, maar... Ja, dat weet ik ook weer niet. Want er zijn ook dingen, goede dingen die gewoon stil kunnen blijven staan. Maar er zijn altijd dingen die... En mijn vader heeft ook heel veel dingen veranderd en vernieuwd. En ook zeker ten opzichte van hoe het vroeger was, de oude molen. Mijn vader is met internet heel erg bezig geweest en met... Zo probeer je op allerlei vlakken, probeer je langzaam dingen te veranderen. Maar ik zal niet zeggen dat ik hier een ontwerper laat binnenkomen en zeg, trek het allemaal strak en... En dan beginnen we helemaal opnieuw. Nee, dat zal niet gebeuren. En nu die eerste werkdagen, dat bevallen je wel? Dan doe je nu al spijt als haar op je hoofd? Nee, helemaal geen. Ik vind het alleen maar leuker. Hoe meer ik het doe, hoe leuker het wordt. Ik bedoel, het is een kip-ei-verhaal. Als je het boek niet hebt, komen de mensen niet. Maar als de mensen niet komen, dan heb je ook geen boeken. Nee. Dus... Maar ja, er zijn ook mensen die hier dan een uur rondlopen en alles even afkijken. En die mensen, dat zijn echt de leukste. Dat zij wat vinden, zeg maar. Dat ze niet verwachten. Want je kan alles neerleggen wat de mensen verwachten. Maar het leukste is als je iemand iets onverwachts juist aansmeert, laat ontdekken. Ja. Dan ga je me dat goed voelen naar huis als iemand die binnenkomt en zegt, nou, en je zegt, nou, kijk hier eens naar. Of, Ja, want dat is iemand die denkt meer over na. Dat is zeg maar de. Dat is misschien de hoogste waardering die je kan hebben als boekhandelaar. Dat je iemand inspireert tot iets wat hij van tevoren niet dacht dat hij het zou kopen. Zeg maar de mensen die een doel hebben, dat zijn de internetmensen bij zo'n spreken. Dat kun je overal krijgen. En die mensen zijn ook, en die heb je ook graag. Maar de echte mensen, de leukste mensen, die vinden iets nieuws. Is het voor uzelf? Ja. Voor u. U meervoud zelf? Oké, tot ziens. Ja, joh.